Goedemorgen. Het is weer woensdag. Oftewel mijn rustdag. Maar ja, weet je, het is geen mooi weer om eventjes lekker te gaan fietsen. Het heeft volgens mij de hele nacht geplinst. Ik ga met mijn nieuwe speelgoed aan de gang, denk ik. En misschien laat ik het er nog even zien. Dus. Ja, wat heb ik dus als ontbijtje? Als ontbijtje heb ik komkommer ontwikkeld door rookvlees. Ja, en de vitaminepil en een kopje thee. Ja, nee, we gaan... Vandaag, ik moet ook nog een beetje administratie doen, dus en mijn bureau eens een keertje opruimen, want het ligt ook helemaal vol. Dus, ik heb genoeg te doen vandaag. Nou ja, en wassen, dat moet ik ook nog doen. Dus, het komt helemaal goed vandaag. Ik zie u later. Ja, zo, even kijken. Ja. Nou, zwaai even naar de mensen. Doei. Doe even gedacht. Dag. Eindelijk kunnen we dan weer fietsen. Ik ben even naar de markt geweest en ik ga nu door de polder heen. En kijk, wat er van de week aan water was, of wind was, is nu bijna hartstikke stil. Dan loop je op de markt en dan kom je een van je grootste televisiehelden tegen, Wouter Klootwijk. En dan vergeet je om een opname te maken in de scène. Maar ik heb hem wel even de hand geschud en misschien komt hij weer terug op de televisie. Met de Wilde Keuken. Geweldig programma waar ik anders ben gaan eten, andere dingen ben gaan eten, andere dingen ben gaan proeven. Nee, ik hoop dat het weer terugkomt. Een goede middag. Ik ben weer aan de lunch. En ja, ik heb even lekker gefietst. Zo'n 60 kilometer. En dat op mijn vrije dag. Hè. Maar ja. Ik kwam ook nog Wouter Klootwijk tegen. Maar ja, dat heb je al gezien in het filmpje. Ja. Staat een beetje beduust met zo'n man. Ik weet niet wat je moet zeggen. Dus, nou ja. Vanmiddag. Ik ga vanmiddag lekker rusten. Misschien nog even met mijn nieuwe speelgoed spelen. Terwijl ik dumbbells voor mijn pols even wat breder te maken. En voor de rest nog een beetje administratie. Dus. En ik vind het maar koud. Ik vind het koud buiten. Ik vind het koud hier. Het zal wel mij liggen. Ik ga even. Als lunch heb ik een. Ja, een salade met haring en oude ijsbergsla en twee krikkertjes met leverworst. Dus daar moeten we het even op doen. Tot vanavond 6 uur. Dus. Nou, ik wens je dus een goede middag en ik ga even... Een goede middag. We zijn wat vroeger dan normaal, want het is nog licht buiten. Maar ik moet zo meteen naar huis. Ik moet om 7 uur op Tjatsi wezen. Dus ik ga nu wat koken. Maar wat maken. Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond pizza. Maar niet van deeg, maar van bloemkool. We
Wat heb je nodig voor de bodem? Nou, dit is heel simpel. Een bloemkool, een ui, knoflook. Ja, daar is hij weer. Ik kan niet zonder. Dat heb je nodig om een bloemkool te maken. Kook de bloemkool 5 à 6 minuten. Dan is hij nog wat stevig. Maal het en samen met de ui en een ei. Want er moet nog een ei in, die heb ik vergeten. Maar dan krijg je, en als je hem helemaal, en dan maal je hem fijn. Trouwens, het recept staat op robertswereld.nl/wordpress2. En kijk dan even onder foodlog. Daar staat het. En ja, dit is weer wat anders dan een pizza van deeg. Dus, nou, ik ga even koken, want anders moet ik. Zo, welkom aan mijn dinertafel. Ja, ik ben. Ik heb het voor elkaar. Ik moet zo meteen nog chargeren. Ik heb vandaag me heel rustig gehouden. Ik heb alleen even 16 kilometer gefietst. En ja. Ik moet nog zo'n dit zeggen, ik moet zo meteen nog chargeren. Wat heb ik gemaakt? Ik heb maar eens een keertje wat anders gemaakt dan anders. Ik heb een pizza. Ja, pizza. De pizza is van. De onderkant is van bloemkool. En er zit salami op en kaartspek, kaas, mozzarella. Ja, dat is mijn topping. Dat is mijn topping. En heb ik ook niet zo'n volle maag zo meteen. Het is een keertje wat anders dan anders. Het hele gerecht staat op robertswereld.nl/wordpress2. Dus daar staat het hele ding op. Hoe je het maakt. En ja. Het is eigenlijk heel simpel. Maar ja, dus ik ga vanavond naar Chachi en dan ben ik om 8:30 thuis en dan ga ik wel kijken wat ik kijk. Dus in ieder geval geen wereld draait door. En even over die springhanen van de PvdA, er is er weer één gepakt, hè? Die geld verduisterde. Gaat goed, Diederik. Hey, op naar de nul. Dan zijn we van jullie verlost. Stel ik je rovelde linzers. Dus. Nou joh, en ja, wat over vluchtelingen. Ja, het is een woord dat ik in 2016 niet meer wil horen. Maar als ze nou opgepakt worden eens binnen 6 maanden, of ze krijgen ze hebben, dan krijgen ze geen verblijfsvergunning. Dus laat ze het allemaal goed uitknokken daar zo. Gisteravond ook weer in Utrecht. In zo'n AZC. Dus nou joh, dat gaat lekker. We hebben zo je uitschot hier binnengehaald. Dus. Ja, dan zal ik weer haatdragend wezen. Net als met die soepie. Ik ben een beetje die man nagegaan. Maar meneer Soepie. Heb een dikke uitkering. Ja, hij zegt, ik werk bij. Werk en uitkering. Ja. Dat weet ik dus niet. Ja, hij krijgt een uitkering. Dan werk je er misschien ook. Nou ja. Met zijn zwarte piet. Laat die op een bananenboot gaan. Terug naar Suriname. Rot op. Naar Bananenland. Je hoort er gelukkig weinig over die Pieter. Nou ja, er was een HEMA. Die werd belaagd en bedreigd. Nou ja, je zal die gasten toch. Nou ja, dan maak je. Dan weet je genoeg deurnschildertjes aan. Hè? Ik zeg verder niks.
Maar ik ga me niet druk over maken. Ik ga lekker zomaar een chatje hier. En ik spreek u. En goedenavond.